Hallo, ik ben Martin Mullen en ik ben de maker van de shortfilm The Color Creator. In deze shortfilm laten wij zien hoe verf gemaakt wordt met behulp van een elektronische verfmachine. We hebben het allemaal gefilmd bij Verfzaak Mullen. Komt u maar eens binnen. Om goed te laten zien wat er tijdens het proces gebeurt, hebben we ervoor gekozen om het oude mechanisch model te gebruiken. De FA192 bezit 24 kanisters die naar gelang van het recept de juiste kleur kan samenstellen met de doseerkoppen. Dit is hem. Voor het filmen gebruikte ik de Panasonic HCV700 camera. Deze had ik vaak gemonteerd op een statief zodat ik zo stabiel mogelijk macro's kon opnemen. Daarnaast gebruikten we twee ledlampen om de scène wat meer op te lichten. Om het licht wat minder fel te maken, plakten we twee witte A4'tjes voor de lampen. Voor de geluidopnames gebruikten we de rode podcaster, de rode wireless filmmaker kit plus het daarbij behorende microfoon en de rode NTG2 shotgun mic. Deze laatste hadden we gemonteerd op een selfie stok, zodat we betere geluidskwaliteit konden krijgen. De shotgun mic gebruikten we voor de vele verschillende geluiden van de machine. Met de hulp van mijn vader was het goed te doen de machine te besturen en tegelijkertijd de opnames te maken. Ook gebruikten we de podcaster voor het opnemen van de machine. Deze geluiden zouden we combineren met de geluiden van de shotgun mic, zodat we een beter audiogeheel zouden krijgen. Voor het geluid van het fragment aan het begin van deze video gebruikten we de Rodeling Wireless Filmmaker Kit. Deze gebruikten we omdat het shot erg wijd was. Door de Rodelink was ik best wel goed te verstaan, ook al zat er zo'n 35 meter tussen de ontvanger en de verzender en waaide het best wel hard. Daarnaast was het gewoon hartstikke leuk om te experimenteren met de camera's en de microfoons. We hebben ook een paar kleine trucjes gebruikt om het filmpje tot stand te brengen. Het nummer dat ik speelde op de piano was Good Morning Midnight van Laurens van Rooyen. En dit nummer heb ik ook opgenomen met de podcaster. En die verfspetters in het begin? Tja, daar ontkom je niet aan met de verfzaak.